Is ja, een geweest, hè? Preem. Ja, een leuke uitzending was dat. Maar er zat uh, Maarten ook bij, toch? Maarten, gaat ja. ja, good old Maarten. daar ja. zit Maarten niet bij. <laughs> ja. Welkom bij de Toren van Babel. Een maandelijkse serie binnen de Architectenweb, podcast... waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Roggeveen, ik ben de founder van Moore Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond, waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts... die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... Hoe maak je nu een echt, goed, hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam... waar ik een interview heb met architect Diederik Dam van Dam Partners. Met Diederik praat ik onder andere over kantoortoren in hout... industrialisatie in hoogbouw en over de rol en de positie van de architect. En we praten uiteraard over de hoogste toren van Nederland die hij heeft ontworpen... de Zalmhaven Toren in Rotterdam. Diederik, welkom. Thank Leuk dat je hier bent. Dank Jullie hebben als bureau eigenlijk... Een ongelooflijke serie hoogbouwtoren op je naam staan. Ik had even een lijstje gemaakt. Willemina Koopvaart in Rotterdam, Steltloper hier in Amsterdam, Hourglass, Admirant, Maastoren, Epo gebouw natuurlijk. Ja, en om, dat kwalificeert me zien voor de podcast. Zeker, zeker. <laughs> um, heb je, is dat eigenlijk een bewuste keuze geweest ooit? Om uh, dat hoogbouwprofiel, of in ieder geval om zo sterk in te zetten op dat type gebouwen? Nee, helemaal niet. Nee, en ik... En ik um... Ik heb je dat volgens mij in ons vorige voorgesprek al even verteld. Dat het laatste wat wij ambiëren als bureau... om ons eigenlijk te, in een soort van profiel te duwen. Uh, dus ik doe er altijd een beetje besmuikt over. Maar ik geloof inderdaad dat ze zelf ook al gewerkt hebben. Ik geloof aan iets van vijf gebouwen boven de 100 meter. Die ook gerealiseerd zijn dan tenminste hoor. Maar eigenlijk werkt nog wel meer. En um, nee, ik, ik, ik heb in die zin eigenlijk een, een, een mild conservatieve perspectief... eigenlijk op ons vak. Namelijk... Um, dat specialiseren net zo goed een kans als een bedreiging is. Dus, uh, maar we hebben inderdaad ook heel veel gebouwen gemaakt, wat ook heel leuk is om te doen. Uh, jullie hebben zelfs op je, op je website een, een, een artikel gezet over. Dat uh, heet Misconceptions About High Rise. Dus ja. het idee van wat zijn nou de misverstanden. En uh, uh, een van de dingen die daarin genoemd wordt, is dat, uh, dat er negative connotations zijn. Hè? Dus mensen hebben negatieve ja. associaties met, met hobo. Zou je wat van die associaties kunnen noemen? Wat? Ja, nou, dat, 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 dat is iets wat over de hele wereld zich afspeelt. Maar eigenlijk in, in Nederland in het bijzonder. Dat a priori, eigenlijk al voordat je eigenlijk begint aan de, aan de opdracht. of aan, aan de kans tot zo'n project. is er al eigenlijk een meerderheid van mensen eigenlijk die het als een bedreiging ervaart. En, um, um, en zelfs eigenlijk. Er is een milde uitzondering wellicht nog voor Rotterdam. Hè, eigenlijk een, een stad eigenlijk waar in Nederland. is dus als beperkt op Nederland. waar. Um, Ontzettend veel mensen eigenlijk nog wel het avontuur interessant vinden. Hè? Dus gewoon de, van de bewoners van Rotterdam. Daar is nog wel uh, in redelijke mate animo te vinden. Al wat het ook uh, tanende is. Maar voor het overige... Uh, bedoel, ik denk dat je als je in Amsterdam bijvoorbeeld het uh, woord hoogbouw in de mond neemt... dat je preventief alvast uh, gekielhad wordt. Ja, ja, ja. dus er is een soort van eigenlijk een antipathie tegen dat uh, type gebouwen. Terwijl we wel zeg maar, wereldwijd, maar ook in Amsterdam natuurlijk... Steeds meer hoogbouw zien. Dus dat is toch heel opmerkelijk dan. Ja, ik, ik heb natuurlijk uh, ook door alle projecten die we hebben gedaan. En in, in ook in andere situaties ontzettend vaak uh, ook aan publiek uh, um, moeten praten over hoogbouw. En dan word ik eigenlijk overigens uh, hilarisch genoeg bijna altijd dan gecast tegenover Sjoerd. Tegenover Sjoerd Soet ja. als een soort van uh, protagonist van de 17e, 18e stad. En, en dat hoogbouw verderfelijk is. En dan voel ik me eigenlijk altijd een beetje suffig, ook altijd genoodzaakt om eerst uit te leggen dat de hoogbouw geen doel in zichzelf is. Maar dat het toch, eh, ik zou bijna willen zeggen helaas voor de tegenstanders, een, een, een ontzettend relevante en interessante optie is eigenlijk in verdichting en in een veel groter vraagstuk. Ja, namelijk dat veel grotere vraagstuk? Nou, de zaken als eh, hoe om te gaan met ons klimaat, eh, dus eh, zaken rondom eh, nou, in de, in meer de nabijheid van mobiliteit, eh, wonen of werken, mobiliteit terugdringen. Uh, maar ook uh, compact bouwen, maar ook uh, meer mensen in de stad. En dat is natuurlijk een ding wat niet alleen direct met klimaat te maken heeft, maar ook gewoon met de, 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 de uh, nou, over de hele wereld. Eigenlijk de, de wens van mensen om bij elkaar in steden te wonen. In de nabijheid van culturele en andere voorzieningen. Nou, en in die hele context, uh, uh, in Nederland overigens, wordt dan gelijk het, het bruggetje gemaakt naar betaalbaarheid. Dat, dat, dat is dan, een beetje, dan ook een beetje een misvatting over hoogbouw. Ja. Maar in ieder geval die. Die compactheid in de stad, ja, er is hoogbouw is gewoon een onmiskenbaar middel in. Ja, ja. ja want dat, dat argument maken jullie in dat artikel ook. Hè? Van, we moeten grotere contrast maken tussen de stedelijke bebouwing en de bebouwing op het platteland. Verdichting in steden is, is een pleidooi wat je eigenlijk houdt. In dat... Ja, nou, dus, dus terugkomend op een soort van, in een soort van simpele taal. Als ik dan zo'n avond sta met allemaal boze mensen die tegen die hoogbouw zijn. Dan zeg ik altijd van ja, oké, okay, laten we nou eerst beginnen met wat vinden we beter? Dat we nou meer in het groen gaan bouwen of meer in de stad? Ja. En dan moet je eigenlijk mensen dan even weer helemaal doorheen nemen om die afwegingen te maken. Ja. Want zonder die eerste afwegingen ja, kom je eigenlijk niet eens een wat toe. Ja. Ja. Vind je dat leuk om te doen? Dat mensen dat meenemen? Uh, ja hoor. Ik, ik zeg een beetje ook ja hoor. Omdat uh, <laughs> yes. uh, het, ik, ik zal niet... Ja weet je, het zijn de dingen die uh, uh, horen bij blijf. ons werk. Ja. 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 En ja. ik doe het geduldig. En, ja. en, en ik, ik, ik ben wel iemand overigens uh, die... Dat vond ik al toen ik in Delft studeerde. Ik heb wel ook een milde allergie... Uh, voor architecten die complexe woorden nodig hebben, eigenlijk om relatief makkelijke dingen uit te leggen. Dus dan nou zijn er ook complexe zaken waar je dan ook soms complexe woorden voor nodig hebt. Maar ik vind vooral dat makkelijke dingen dat we die ook makkelijk moeten houden. Ja. En zo geldt het ook voor het uh, uitleggen aan mensen waarom je dingen doet zoals je ze doet. Ja, ja. nou gaan we het uh, vandaag denk ik uitgebreid hebben over uh, jullie project in Rotterdam. Wat je net hebt opgeleverd afgelopen najaar? Net al niet helemaal opgeleverd. Er zijn, uh, het is wel uh, uh, in, in, in goed Nederlands: uh, they have been Topping Out. Dus een ja. op zelfs hoogste punt. Maar ze zijn nog uh, met name aan de publieksruimtes, de algemene ruimtes uh, op grond bezig. En er moet het best een groot project. Het moet ook allemaal stapsgewijs. Moet er moeten worden woning opgeleverd. Dus ik heb de indruk dat ze ergens in het voorjaar helemaal klaar zijn. Oké. Okay. En dan ze zijn dan uh, ja, de, 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 de aannemer en... en de ontwikkelaars en, en iedereen. Ja, ja. ja. Zou je ons een beetje kunnen meenemen in, dat, um, in de voorgeschiedenis van die zalmhaven? Want dat is een, die, ja, daar hebben we echt de voor... tijd niet voor, denk ik vandaag. Want oh, ja. <laughs> dat, de... dat is geloof ik twintig jaar. Ja, ja. Maar de, laten we zeggen de highlights. Want ja. is een hele curieuze lange doorlooptijd. Heeft dat politiek, ja, hè? nou ja, uh, 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 ik denk dat, dat dat past ook in het beeld wat we natuurlijk sowieso in Nederland zien. Hè? Dat de doorlooptijden van het projecten in het algemeen al veel langer zijn. En ja. hoe uh, hoger en complexer, hoe meer dat geldt. En, um, en ik denk ook dat het in dit geval ook exemplarisch is, omdat het ook te maken heeft met de moeilijke economische kanten van het realiseren van zo'n project. Waardoor het ook maar zeggen, weer een keer door een crisis heen moest en zo. Maar snel verteld, om, omwille van de tijd, denk ik dat het begonnen is, en dat is eigenlijk ook heel leuk, met een initiatief van een hele kleine ontwikkelaar in Rotterdam. Overigens een ontwikkelaar die wel lang betrokken is, maar uiteindelijk het project niet gerealiseerd heeft. LSI van Luc Smit, die uh, nou ja, een project kocht, of in ieder geval deed, alsof hij het kocht gaat het dan een beetje in Nederland. En stap voor stap, eigenlijk daar uh, een ontwikkeling ontstond. Waarbij ook de stad zelf. Uh, uh, lastig genoeg en leuk genoeg. eigenlijk helemaal niet uh, de ambitie uh, initieel had eigenlijk om daar hoogbouw te maken. Hm. Wanneer wat hebben we het erover? Nou, ik denk. ja, dus twintig jaar geleden. Dus zeg maar uh, uh, rond de eeuwwisseling. En wat best opmerkelijk is. als je bedenkt dat. Uh, uh, desalniettemin. de stad Rotterdam. natuurlijk het oudste en meest doorwrochte. hoogbouwbeleid heeft van Nederland. Ja. En wij waren. Er Vrij snel voor, alhoewel het project niet begonnen is met die hoogte die het uiteindelijk gekregen heeft. We waren in ieder geval sterk direct al voor om daar stevig te verdichten, omdat we zagen dat in Rotterdam eigenlijk weliswaar, eh, met dank aan Riek Bakker en anderen, eh, de kop van Zuid eigenlijk zich enorm aan het ontwikkelen was. En dat dus er een, heel goed voor de stad de brug was gekomen van UN-studio van Ben. En aan de andere kant van de, van de, van de Maas eh, eigenlijk natuurlijk de verdichting gaande was. Maar dat het zwaartepunt eigenlijk aan de centrumkant. Veel meer bij het station lag. En nou ja, met wel wat ideeën langs de Koolsingen, maar niet zozeer eigenlijk aan die kant van de oever. Ja, dus en, je wilde eigenlijk die hoogbouwzone wat aanzetten daar. En ja, en vooral ook eigenlijk de uh, 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 hoogbouw inzetten als middel om uh, daarmee uh, de stad Rotterdam ook aan de noordkant van de rivier, sterker te verbinden met de rivier, ja. langs die verbindingsroute. Nou, en in die in dat hele proces uh, is een heel heel interessant soort van. Um, een uh, stuivertje wisselen geweest met de verschillende bureaus. Want al vrij snel raakte ook uh, KCAP betrokken... die er stedelijkundige modellen weer in opdracht van de gemeente voor maakte. En toen raakte ze ook weer betrokken bij de opdracht. En dan zie je, daar doen wij natuurlijk als bureau net zo hard aan mee. Hè? Dus dat, dat zeg ik met in alle liefde. Dan zie je al die bureaus een beetje schuiven... om te kijken of je op het goede moment op de goede plek staat. En toen ja. kwam uh, kana Architecten, kwam daarbij in beeld. En uiteindelijk hebben we met z'n drieën hebben we eigenlijk een groter plan gemaakt... waarin wij verantwoordelijk waren voor wat nu uiteindelijk de toe is geworden... En Kees Kaan uh, voor de naastgelegen twee torens en de, en de woning in de beide straten aan beide kanten. En KCP met nieuwbouwkantoor eigenlijk aan, uh, aan de kopse kant. Eigenlijk richting de brug, richting Erasmusbrug En heel zuur voor hun is dat project nooit gerealiseerd. Oh ja, ja, uh, ja, ja. Uh, dus uh, af en toe als ik nog partners of voormalige partners van KCP tegenkom en, een beetje een soort van, en we er nog eens een keer over hebben. Dan hebben ze een beetje een beteuterd gezicht eigenlijk over hoe dat heel rottig is gelopen voor hen. Ja. Terwijl ze eigenlijk ook initieel bij betrokken waren. Hé, hey, en uh, uh, je zegt het begon ergens uh, rond 2002, 2003, 2004, uh, die, die, dat eerste idee, maar dat was niet meteen 200 meter. Dus, nee, uh, nee, nee, met dus nee, dus, dus, het... dus, dus ik, dus, um, god ik ben altijd zo slecht, aan het, precies die feiten bereid je. maar ik denk zelfs dat het nog iets langer geleden begon. Is en het begon met allerlei stedenbekundige modellen en toen is ook de positie van die toren is daarin onderzocht en de hoogte is onderzocht en de compositie. En nou, van het een komt het ander. Dan krijg je overigens ook een hele rare typische Nederlands dynamiek dat in tijd, als het dan lang duurt dan moet iedereen steeds meer woningen en steeds meer, meer programma's maken... eigenlijk om dus alle verloren kosten uit het verleden goed te maken. Dus dat is eigenlijk een hele oneigenlijke uh, uh, drijfveer ook in zo'n proces. Het plan wordt opgeblazen om de plankosten te dekken. Ja, en, uh, um, en uiteindelijk heeft dat tot een plan geleid... wat het wel tot voorlopig ontwerp heeft, uh, 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 heeft, heeft geleid. En, uh, maar wat, en toen ontstond er een crisis. En toen is nou, ten eerste de initiatiefnemer LSI afgehaakt... En, de nieuwe partners bij Am en Amfest gingen door. Maar die wilden eigenlijk ook niet meer verder. En dat is misschien wel even goed om heel snel nu in, in het kader van deze podcast te noemen. Dat, omdat mensen daar dan wel, vind ik, merkelijk vergetenachtig in zijn. Dan denk ik dat ik het nu heb over nou ja, zeg maar de vorige financiële crisis. Dat zal ik gok nu even hoor. Maar laten we zeggen, 2012, 2011, 2013, zoiets zijn geweest. En dat dan niet alleen niemand meer dat wilde. maar dat ook de stad zelf de bebouwingsmogelijkheden. inmiddels in een bestemmingsplan in wording eigenlijk uit, uit het. Uh, bestemming van wilde halen. Dus het dus idee dat, om te verdichten daar... Ja, uiteraard. dus dat is eigenlijk heel grappig. Oh ja. En daar kan ik, ken ik veel meer voorbeelden van in Nederland. En dat illustreert me ook hoe kortzichtig we zijn. Hmm. Dat nu eigenlijk natuurlijk de enorme ja. behoefte is... aan woningbouw en dat men zoekende is. En, 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 en er in ieder geval... als er kansen zijn, zelden... planologische uh, redenen of grondslag toe is. En ook dat dan steden... en Rotterdam in dit geval in het bijzonder actief... eraan meewerkt om eigenlijk die mogelijkheid uit de bestemming van te halen. Dat hebben uh, uh, als bureau... Onze opdrachtgever kunnen enthousiasmeren om daar bezwaar tegen te maken. Dat is uiteindelijk jaren later bij de Hoge Raad is dat gewonnen. Ja. En toen is het alsnog doorgegaan. Ook voornamelijk omdat Amerikaanse beleggers eigenlijk project wilden overnemen. Die zagen enorme kansen. En toen werd iedereen wakker van nou, misschien moeten we het toch maar gaan bouwen. Doen. Ja en is het is overigens wel weer in het kader van die bijna perverse verdichting, werd net al wat is het plan wel weer een, 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 een stuk weer minder dicht gemaakt. Minder dicht. Dus ja, ja nog... dus het is wel weer een soort slag teruggehaald. Niet zozeer in de hoogte van ons project... als meer eigenlijk in de hele compositie van alles. en Met name dat deel van, van Kaan-architecten. Dat, wa dat waren meerdere soort van hogere stadsgebouwen, blokken. Ik weet niet hoe ik die typen zou moeten noemen. En dat werden eigenlijk twee langere stroken... met twee hoge accenten erin. Ja, ja. Die overigens al als de laagbouw worden genoemd... maar die zijn ook nog Tof 70 meter, meter, meter. Ja. Ja, hoog. Toch, ja, toch aanzienlijk. Ja. Ja. Hey, en, um, uh, dat lijkt me best lastig... om dan gedurende zo'n hele lange tijd... Je je focus erop vast te houden en niet je ook je interesse te verliezen of je aandacht te laten verslappen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, dat is ook heel lastig. Maar ik denk dat dat in meer en mindere mate, neem ik altijd maar aan dat dat een, een, een dilemma is voor alle architecten, en zeker alle Nederlandse architecten. En uh, ja, daarom voel ik mij persoonlijk in ieder geval heel erg gezegend... met het feit dat dit niet het enige project is dat we doen, maar dat we gewoon allerlei verschillende soorten projecten doen met verschillende tempi en. De, want anders is dat niet vol te houden. En, en ik, ik vind daar ik een goede vraag gesteld, want de, de, het vingerspitsengevoel of de voelsprit die je moet hebben voor wanneer je moet pieken, dat luistert heel nauw. Ja. En dat, en dat uh, ja, ik heb daar ook eigenlijk geen, uh, misschien was het leuk om over na te denken of daar uh, een soort van suggesties voor te doen, hoe je dat moet doen, maar vooralsnog is dat bij mij ook een instinct, meer een instinctief ding. En uh, in ieder geval proberen wij als bureau, strate, uh, als strategie, in ieder geval anders dan velen doen, zoals ik er naar kijk, niet proberen te pieken, eigenlijk aan het begin, maar liever wat meer aan het eind. En ja, ja. want je ziet ook wel veel, vind ik in Nederland, en het is natuurlijk ook de, de terreur van de, van, de, van de renders en alles en zo, dat er een soort, soort van enorm eindshot wordt uh, 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 gesuggereerd in het begin en dat iedereen alleen maar bezig is om dat te verdedigen onderweg. Ja. Terwijl het ook belangrijk is uh, in het algemeen en bij Hoogbouw in het bijzonder om het, om het slim en intelligent conceptueel op te bouwen en ervoor te zorgen dat je dan eigenlijk langs een sterke rode lijn alleen maar rijker kan maken. Ja. En dat iedereen er ook zijn eigen waarheid in kan zien gedurende het proces bijna. Ja, nee, kijk, dus er zijn er, om daar ook heel transparant over te zijn, er zijn er hele grappige dingen. Hè? Dus wat ik een vrij hilarische anekdote nog steeds vind, is dat in die, in die hele vroege periode, toen het ontwerp door de welstand werd goedgekeurd, uh, toen wilden wij er een heel licht gebouw van maken, met als belangrijkste argument eigenlijk dat het daarmee minder agressief is in de Nederlandse lucht, hè, omdat het natuurlijk dan toch zo'n heel groot gebouw is. Maar een van de opdrachtgevers wilde se dat we een rood bakstenen gebouw van maakten. Dus voor, voor, voor die toren. Die toren. En, ja, en, die, en toen uh, moest ik naar de welstand toe in Rotterdam. En, uh, en, en de opdrachtgever die wist gewoon dat we dat niet van plan waren. En dus, maar die, die opdrachtgever die belde me toch nog uh, onderweg in mijn auto eigenlijk naar de welstand toe. En die zei: wat je ook doet, het wordt geen lichte toren, het wordt een rode baks toren. Ik zei: ja, dat, dat is het ontwerp helemaal niet, hoe zie je dat dan? Nee, nee het is onbespreekbaar. Ik zeg, maar we, we moeten nu goedkeuring krijgen anders dan lopen we uit de termijn en ingewikkeld. Nee, geen sprake van. Nou, en dat, is, dat, dat heeft tot een hele Hilarische welstandsbehandeling geleid. Waarbij uiteindelijk het project toen in die fase, het was een tussenfase, hoor, want inmiddels zijn we natuurlijk vele jaren later, is het project goedgekeurd, behalve de definitieve kleur. Nog steeds. Oké, <laughs> <Ja>. dat <de> toen. <laughs> en, en, en dat is een bruggetje naar nou, je dan hebt over langs de lijn in tijd het beter maken. Er is een lange fase bezig dat er geef met z'n zou worden. En we hebben ergens onderweg hebben we een kans gezien om het een natuursteen te maken en daar ook uh, de datering op aan te passen. En, de, en, zo. En, de, en zo is het ook de kunst om even op het goede moment natuurlijk ook. Kunnen switchen naar dingen waardoor je zelf oprecht het gevoel hebt dat het project daar beter van wordt en in ieder geval ook beter in termen van tijd. Ja, ja, ja. Dus maar het spel met de tijd is eigenlijk iets waar je. Uh, ja, dat wat, is een wat, ding. Wat je moet beheersen, zeker bij die grotere schaal. Ja, en ik, en ik weet niet of je het moet beheersen, omdat het uiteindelijk uh, zijn er geloof ik geen regels, maar ik denk dat het relevant is. Maar dat geldt voor alle architecten, denk ik, en jong architect bijzonder. Want zelfs als een gemiddelde doorlooptijd nu zes jaar is, ja, wat moet je nou wanneer doen? Weet je, wat, wat, wanneer moet je scherp zijn ja. op, en op wat? Ja. Ja. want uh, zoals we weten, schuilt uh, God in de detail. Hè? Dus, uh, zeker, ja. zeker. Het opmerkelijke bij dit gebouw is natuurlijk ook de manier van bouwen geweest. Hè? Met die hijsloos en die, en die verregaande industrialisatie. Zat dat, was dat idee, zat dat al vanaf het begin al, aan al in of wanneer is dat ontstaan? Nou, eigenlijk doen wij bijna bij alle uh, we toch wel aanzienlijk hogere projecten, proberen het zo vorm te geven, eigenlijk dat het meer in meer of mindere mate, vooral meer mate kan kan worden als het moet. Maar het is ook, dit ging met ups en downs. Hè? Dus het zat wel intrinsiek in de in het ontwerp dat de mogelijkheid daar was. Uh, maar ook dat ging uh, alle kanten uit. En dat is uiteindelijk last minute toen wel gelukt en ook gebeurd. Ook simpelweg eigenlijk omdat het noodzakelijk was, omdat de bouwtijd van vijf jaar geloof ik, naar drie jaar werd verkort. Ja. En uh, uh, dus, dus er was ook gewoon een, uh, voor, denk, voor de opdrachtgevers ook gewoon een, uh, een heel evident economische argument. Wij waren er heel erg blij mee, niet omdat het baanbrekend is, omdat het het hoogst geprefabriceerde gebouw van de wereld is, maar gewoon omdat we daarmee, denken wij, in ieder geval als het gaat, zeker als het gaat om de gevels, een hogere kwaliteit in de uitvoering hebben kunnen realiseren dan we denken dat we hadden kunnen doen als het ter plaatse ja. was gemaakt. Ja. ja. Hey, en um, um, je, die, als je naar die, pla die plattegrond is opmerkelijk helder. Hè? Dus als je veel, veel van die woningbouw... Hoezo opmerkelijk? Nou, veel woningbouwtorens die zijn natuurlijk... Uh, als je dan even goed naar die rond gaat kijken met allerlei gangertjes en kruid door, door enzovoort. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, nee, ik, ik denk dat dat voorwaardelijk is uh, om, om zo'n soort project in Nederland voor elkaar te krijgen. En um, ja, wat wij altijd doen, maar dat is geen rocket science, is dat we eigenlijk ook in de ontwikkeling van zo'n gebouw. Ja, dat meer benaderen eigenlijk als een heel industrieel gebouw dan als een woongebouw. Als het gaat over hoe je dat assembleert. Dus er zit een hele helde organisatie. En ook als het gaat om de integratie van de techniek en ja. de constructie. En, uh, en dat, dat vind ik een van de dingen overigens waarom ik wel hoogbouw ook heel leuk vind. Maar goed, andere dingen vind ik ook heel leuk. Omdat het zo leuk nauw luistert. Maar dat uh, omdat... is gewoon puzzelen. Ja, ja. Nou, die, nou dat valt wel mee. Het is ook, vind ik, kijk, uh, woningbouw maken neemt, in het algemeen is puzzelen. Ja, zeker. Uh, maar nee, ik heb het hier meer over dat, uh, hoe krijg je dat nou echt smart. Uh, dat je eruit haalt wat erin zit. En dat je, zoals het eigenlijk natuurlijk op ieder project hoort. Dat je ook met alle betrokken specialisten en adviseurs echt goed samenwerkt eigenlijk. Om daar... Om aan hetzelfde te werken en er dan het, het beste van te maken. Ja. En dat vind ik ja, een interessant uh, aspect. Het cynisch is wel is dat het er ook. Het is voor ons leuk nu om te bespreken. Indiët doet het natuurlijk helemaal niet toe. Hè? Want er wonen gewoon mensen. En weten zij hoeveel hoe dik die wand is, die, waar, ze, waar ze achter zitten. Of wat, hè? Dus, dat, dus het is heel betrekkelijk. Maar het is wel relevant als het gaat om: hoe krijg het voor elkaar? En met welke kwaliteit krijg je het voor elkaar. En ik, ik neem aan dat je het daarom ook zo vraagt. Ik ben wel het soort architect die houdt van Een heldere en mooie constructie bijvoorbeeld. Ja, ja. nee, ik vraag het ook omdat, uh, kijk, als je het hebt over kruid door sluip, door achtergangen, het dus om je huis binnen te komen, dat is natuurlijk ook een. Uh, dat merken bewoners natuurlijk wel degelijk. Ja, dus dat klinkt ook niet als een leuk gebouw. Nee, nee, nee. zeker. Um, nee, het andere is dat jullie het ook uh, in hebben gezet, op flexibiliteit in die woningplattegrond. Ja, ja, dus um, het is nu wat evidenter eigenlijk dan toen we dat aan het ontwerpen waren, maar we hadden eigenlijk al vrij snel het gevoel dat het, ja noodzakelijk was, relevant was, om uh, echt extreme flexibiliteit voor het Nederlands begrip te organiseren. Dus daar moet je bij aan denken dat in die helderheid van de plattegrond, dat er structureel in alle dragende wanden grote sparingen zijn opgenomen, is ook daadwerkelijk gebeurd, waarmee je eigenlijk die typologie heel makkelijk kan switchen. En waar dat natuurlijk onder andere vaak dan in Nederland op fout gaat, is op buitenruimte. Dus vandaar ook eigenlijk dat er afdoende balkons al wel zijn. Dat gaan ze balkons ook een heel onderwerp bij deze door, maar dat er zijde. Dat er afdoende balkons zijn, zodat al die woningen dan toch nog een balkon hebben. Ja. En um, dus dat betekent ook nu dat met middelgrote of grotere woningen je hebt vaak meerdere balkons. Ook op zeer grote ja. hoogte. Ja. ja. En ja. ook op 150 meter, zodat je, ja. je nog steeds op je balkon zit. Ja. Hoe werkt dat? Nou ja, dat, dat vraagt wel om een liefhebber. Ik bedoel, het zal niet alle dagen even fijn zijn. Maar er nee. uh, is natuurlijk heel veel aan ontworpen en aan, uh, en aan, aan bedacht. Buitenlanders verklaren ons natuurlijk voor gekken. Ik bedoel, uh, in Nederland is gewoon de wetten, dus vrij zich, Je moet die ja. balkons maken. Maar je zou eigenlijk wel kunnen, denk promoveren op balkons en hoogbouw. Uh, en woningbouw, omdat het heel Nederlands is. Maar er zitten. We hebben ten eerste de borstwering. Die is wel van glas. maar die hebben we hebben ietsjes hoger gemaakt dan wettelijk noodzakelijk. Ja. voor het gevoel van veiligheid. En er zit eigenlijk aan de zijwangen. Zitten, uh, zit glas eigenlijk van vloer tot plafond. om het behagelijker te maken. Ja. En het is allemaal getest. Uh, in dit door put. Ja. Ja. Een soort lotjaarachtige bijdrage. Nou, het, is wel echt, het steekt wel gewoon. als is buitengegeven. Maar het is, die zijwangen zijn van glas. Dus je hebt wel dat gevoel. Uh, dat het meer balkon is dan een loggia, ja. maar je zit gewoon meer beschermd qua uh, uh, wind. Ja, ja, goed. We hadden het net al even over, over betaalbaarheid. Uh, je zegt in NRC in 2018, ik ben de eerste om te beamen dat hoogbouw niet zaligmakend is voor het vraagstuk rondom betaalbare woningen. Dus, oftewel, de Salmhaven is niet, niet noodzakelijkerwijs een betaalbare toren. Nee, nou, nou is dat. Uh, uh, dan hangt, dan moet ik eigenlijk natuurlijk nu aan je vragen wat je daarmee precies mee bedoelt. Nee, dat is een goede betaalbaarheid. Ja, ja. <laughs> want, want dat is natuurlijk een beetje een rekbaar begrip. Ik bedoel om, om een paar. Ik weet dat je dat niet bedoelt, maar om een paar dingen te benoemen. Ik denk dat, die, dat je morgen uh, die toren al niet meer kan realiseren. voor de bouwkosten waarvoor die gerealiseerd is. Dat hè? Dus dat, in die zin is die wel heel betaalbaar. Ja. Ja. Um, ik, ik denk ook dat de woningen die verkocht zijn. dat je die vandaag niet meer kan kopen voor het bedrag waarvoor ze verkocht zijn. Nee. Dus in die zin waren ze ook betaalbaar. Maar dat bedoelt je natuurlijk allemaal niet. We hebben natuurlijk nu, 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 de, 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 vandaag de dag realiseren we ons... dat er een enorm tekort is aan woningen en betaalbare woningen in het bijzonder. En als je dan naar, hu naar huur kijkt, met name uh, ik zal maar zeggen tot duizend euro uh, huur per maand... en daar, daar is dit gebouw uh, niet op ontworpen, niet op bedacht. Nee. En um, nou, dat geeft ook helemaal niks, vind ik. Want uh, um, ik denk dat we het tot zelf nu momenteel in Nederland heel moeilijk maken... Door eigenlijk uh, op ieder gebouwniveau, dus niet eens op projectniveau, maar op gebouwniveau, eigenlijk als het gaat om woningbouw in ieder geval, om eigenlijk een min of gelijke, meer gelijke opzetvestelijke mix te maken. Ja. En ik ben erg voor hybride stad en, en ik ben ook erg voor verschillende doelgroepen in gebouwen, dus dat is allemaal geen punt, maar we maken het ons wel heel ingewikkeld. En hoogbouw is natuurlijk gewoon duurder dan lager ja. bouwen, ja. dus dan maak je jezelf nog moeilijker. Ja. Uh, dus als je als stad zegt, uh, we willen in, ook in alle gebouwen boven de 70 meter, tenminste, nou noem eens wat. 70% of 80% betaalbaar. Dan kan het misschien nog wel. Maar dan als alleen of als alleen de grondkosten heel laag zijn, of als dan die laatste deelvrijsector heel duur wordt. Ja, ja. ja dus dat is dus een beetje ingewikkeld. Ja, dus je zegt het, die menging op gebouwniveau, daar moeten we vanaf, het moet eigenlijk veel meer op gebiedsniveau, waarbij je dus verschillende. Blokken toewijst voor verschillende soorten. Nou, dat in ieder geval denk ik dat. Nou, sowieso ben ik erg voor meer gebiedsontwikkeling. En ik denk dat je dan op gebiedsniveau. Dat je, daar, dat je daar dan ruimer mee om zou moeten gaan. Ja. En niet, niet dus om, de, om te segregeren hoor. begrijp me vooral nee. niet verkeerd. Maar eigenlijk om daarmee gewoon goede oplossingen te kunnen maken. en goede stedenbouw, een goede architectuur te kunnen ja. maken. Ja. En, en wat ook nog goed is, denk ik. als het gaan om de is. om dat te vermelden. is dat heel nadrukkelijk de stad Rotterdam. op het moment dat eigenlijk die keuzes werden gemaakt rondom programma en dergelijke expliciet ook wilde dat er juist hogere inkomens eigenlijk in dit gebouw gehuisvest zouden worden. Ja. En ze hebben ook uitgevraagd, wat ik ook heel goed vond, om daar ook op te ontwerpen. Dus de verdiepingshoogte is ook, de vrijverdieping is ook zo hoger dan de bouwbesluit voorschrijft. Ja. En nou, ze kunnen er nog een tijdje doorgaan. Dus er is op allerlei fronten ingezet eigenlijk om eigenlijk dat, dat idee, waar we in Nederland altijd zo'n haat liefde mee hebben van luxe wonen, om dat vorm ja. te geven. Dus het idee, maar dat heeft ook te maken met de lange doorlooptijd van het project... Dat die uitvraag was in 2010, of we zeggen? Ja, nou ja, dat is timing. Dus inderdaad, ja. dat, en, en toen, uh, toen was het grote probleem. Dat is het overigens nog wel een beetje. Maar toen nadrukkelijker dan nu. Het was het groot probleem voor de stad Rotterdam dat überhaupt te weinig mensen woonden in de binnenstad ja. en zeker uh, te weinig mensen met afdoende inkomen eigenlijk om daarmee die voorzieningen eigenlijk op peil te krijgen. Ja, ja. ja dus eigenlijk waar Emil het natuurlijk eerder ook over had. Hè? Van we zijn bezig met een operatie om die die binnenstad te verdichten met met name woningbouw. Ja. Dan om... Alleen toen zeiden dus ze nog en toen zei Emiel ook: toen nog van ja, en graag dan mensen met hoge inkomens, ja. Ik denk dat niemand het nu, nu durft te zeggen. Nee, dat debat is <laughs> natuurlijk afgedraaid of ver ja. veranderd. Door de ja, en ook begrijpelijk, hè? Ja. Ik ja. bedoel, hoe uh, gaat het dan? Helder. Dus die manier van bouwen voor de Salmhaven is eigenlijk een, toch een zekere mate een, een innovatie. Ja, nou kijk, die, die, die hijsloot die daar toegepast, dat was niet de eerste keer. Hè? Dus die, die is al eerder toegepast. En, uh... Hadden jullie dat al eens eerder gedaan op die manier? Uh, zelf niet. Nee, maar ik, ik ken het principe en ja, het is, ja, het is ook heel verantliggend. Ja. En het is wel natuurlijk, het heeft ook wel weer zijn weerslag, ook wel op vormgeving. Maar, um... Bijvoorbeeld? Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, kijk, die, uh, ik weet van andere torens die nu van vergelijkbare hoogte of, of hoger die ontwikkeling zijn, dat ze ambiëren eigenlijk om zo'nzelfde soort constructieprincipe te, te hanteren. In die zin hebben wij ook een beetje die ellende veroorzaakt, omdat de stad Rotterdam er erg blij mee is, ook omdat het heel veilig is. Ja. Uh, zowel voor de bouwvakkers als voor de omwonenden. Ja, dat kan niet zo meneer zo. Ja, maar je, ja, als je even denkt aan zo'n zo typische autoachtige achtige vrije vorm, uh. Uh, ja, ergens zit de grens een beetje aan wat je kan maken eigenlijk ja. met zo'n huislood. Want dat ding zelf is weer heel duur. Dus, dat, dus diegene die voor de Zamhaaftoor gebouwd is, is aanpasbaar, ja. dat hij nog weer ingezet kan worden. Ja, maar niet voor een, uh, nou ze wat, een uh, soort van vrolijke uh, ameuben. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, Aalto even niet met de uh, hijsloos. Nee. nee. Je, je gaat nu op, uh, op de Zuid als een houten toren maken. Voor die, energie. Ja. Een, uh, kant, maar dat is kantoortoren. Maar dat is een. Dus dat is, uh, ik, ik vraag het omdat het ook een soort van. toch wel innovatie is weer in, in hoogbouwland. Ja. Dan is de vraag altijd, hoe hout wordt die dan? Uh, kan je daar iets over zeggen? Ja, nou, hij, wordt voor, hij wordt 86 meter hoog. En hij wordt voor een houten gebouw heel erg van hout. Dat wil zeggen dat er wel een betonnen kern in zit. Voor gespecialiseerde luisteraars met een soort glijbekisting. Dus dat het vrij snel gaat. En dan wel volledig houten constructie omheen. Dus houten eh, kolommen, houten balken, houten vloeren. Dus eh, kijk, alle houten gebouwen zijn hybride. Het is wel zo dat er op een gegeven moment. Zo, dat er nog zo weinig hout in zit dat je niet meer met goed fatsoen kan zeggen dat het van hout is. Ja. En, um, en wat we vervolgens hebben gedaan is dat we er een um, heldere maar mooie vorm aan hebben gegeven. Eigenlijk als massa. En dat we vooral hard sturen eigenlijk op, uh, op, op het meest innovatieve mooie glas wat er beschikbaar is. Zodat er een soort van uh, super transparante schil mee heen zit. Dat je, die, dat je dat CLT ook beleeft. Ja. En dat is in die zin. Dus je kan het van buiten ook zien? Ja, je kan het van buiten gewoon zien. En, oh. en, en, uh, dus dat is, ja, dat is heel interessant. En ik... Ja, ik. ik ook hetzelfde met toen ik aan het begin zei over niet specialiseren. Ik, ik, ik heb ook helemaal geen specifieke wens om nou uh, um, innovatie te laten zijn, maar het is ontzettend interessant Wel om als bureau goed betrokken te zijn met hoe dingen veranderen en daar dan ook zelf uh, onderzoek naar te doen en het ook daadwerkelijk te realiseren. Dus dat is heel Hoe kwam je erop om dit inhoud te gaan doen? Was dat een vraag van de opdrachtgever? Of heb je dat, hoe, hoe kwam dat idee tot stand? Want dit. Plan is al van een paar jaar geleden, meen ik? Uh, nou ja, het, 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 eigenlijk loopt het. Eigenlijk is het vergelijkbaar met hoofd, door best vlot, uh, maar wij ja, het, 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 het kwam eigenlijk op een hele uh, een Nederlandse manier tot stand. Namelijk dat we de opdracht kregen om uh, op die plek iets te bedenken, maar dat er om alle redenen eigenlijk uh, bij de gemeente Amsterdam meer animo was eigenlijk om de de kans niet aan te grijpen, dan wel aan te grijpen en misschien de, de propositie eerder in een laten stoppen. Dus toen hebben we tegen de toch gezegd: kunnen we hier niet een, gewoon een ontzettend uh, voorbeeldproject van maken in CLT en actief ook daarmee een bijdrage leveren aan alle doelstellingen rondom Parijs? En zullen we daarnaast ook niet een masterplan maken voor het gebied eigenlijk dat we het ook nog eens in kundige zin eigenlijk, dat we dat verankeren, uh, verankeren en interessant maken? En, toen, en, en dan moet je, zoals altijd, als architect moet je geluk hebben. En we hadden natuurlijk weer ontzettend veel geluk. Toen bleek eigenlijk dat deze op te geven energie zelf ook enorm uh, aan, de, aan de weg aan het timmeren was eigenlijk om in het kader van een beleggingsportefeuille die maximaal duurzame en zich als bedrijf ook te committeren tot allerlei internationale doelstellingen. En dus um, zijn we ook uh, gelijk naar Parijs gegaan naar een soort, uh, nou, ik noem maar eventjes voor het gemak, nu een zusterorganisatie om dan het nieuws van het nieuws te bekijken en Animo uh, ervoor te vinden. En natuurlijk hebben we wel uitgelegd dat het wel een, een heel kostbaar avontuur is, maar als het ja. gaat om... Duurzaamheid, letterlijk wel een hele go heel goed ding om te doen, dus is hebben hun ook een baken van uh, of een soort van ankerpunt. in. Uh, ja, nou nee, ja, ik zei het geloof in. erin, en ik geloof er overigens ook in dat uh, met name in de beleggingswereld vanuit de institutionele beleggers, denk ik dat en ik denk dat het heel goed is dat iedereen nog verbaasd zal staan over vijf tot tien jaar hoe intrinsiek eigenlijk grote fondsen het als voorwaarde gaan stellen. Het ja. gebouw, niet een beetje duurzaam zijn, maar echt creme la crème, ja. uh, dus dat dat en dat is heel interessant, maar het is opmerkelijk dat je zegt van. Uh... Ja, het is niet mijn doel om innovatielijnen neer te zetten. Maar je. Dit is toch wel duidelijk een. Je zal hier veel nieuwe kennis voor het bureau in moeten halen. Of heb je dat allemaal al beschikbaar? Nou nee, dus nou ja, ik neem aan trouwens dat het voor jou niet anders geldt. Het leven moet een beetje leuk zijn. Dus je zoekt een beetje naar interessante kansen om leuke dingen te bedenken. Waar je hart sneller van gaat kloppen. En niet alleen mijn hart, maar ook dat van het hele bureau. En waar iedereen zijn schouders dan vervolgens onder wil zetten om. Voor zover nodig dan die kennis snel eigenlijk op te doen. Ja. En, 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 we, en. Kijk, en het aardig vind ik zelf, uh, op gevaar of dat ik een beetje uh, um, klein zit te maken. Ja, dat als je dat gewoon met aandacht en liefde en gewoon met, 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 met enthousiasme doet. Ja, dan is ook zo'n soort project realiseren, Dat is ook maar niet super complex. Want je moet er gewoon hard aan werken en dan kan dat prima. Ja, maar meer, niet meer dan dat. Nou ja, dat zou ik zeggen. In ieder geval. Kijk, wat, wat, je, wat, wat goed is misschien als eigenlijk is dat um, wat jammer is, dat de wereld is risicoavers geworden ja. dus, dus de kunst is uh, natuurlijk in basis om een mooi gebouw te maken, het goed functioneert. En waar de gebruikers en de eigenaren gelukkig van worden. Maar je moet er ook voor zorgen dat als je als je innoveert of als je spannende dingen aangaat, dat je een situatie weet te organiseren, eigenlijk waarin die mensen die al hun zuurverdiende centen, of hun niet zuurverdiende centen... maar in ieder geval al hun centen in moeten stoppen... Ja. ja dat, dat ze daar zich daar letterlijk veilig bij voelen. Ja, ja, en, ja. en dat vind ik wel een taak van een architect. Ja. Hey, nou kom je eigenlijk... Uh, jij komt uit een architectenfamilie. Dus jouw grootvader was architect. Ja. Uh, je vader was architect. Is architect. Of is architect. Die is nog steeds actief ook als architect? Nou, ja. ja. Hij is 90, meen ik? Of... Ja, hij, nou, hij wordt uh, van de zomer 90. Ja. ja. En is nog steeds ook... Want jij hebt het bureau van... Ja, je bent bij hem in het bureau gekomen. Klopt, ja. Dus uh, ik ben in uh, 1992 uh, in het architectbureau van mijn vader gaan werken. En daar toen een aantal jaren later toen ook aandeelhouder in geworden. En we hebben het bureau nog steeds uh, formeel samen. En uh, was het jouw... Uh zou zeggen, jij, maar jij groeide op in een, dus een soort van architectenomgeving, neem ik aan. Er ja. werd thuis over gepraat. Je ging misschien af en toe een gebouw bekijken. Of... Ja, klopt? Dat? Ja, nee, dus al die clichés zijn waar. Dus gewoon gelukkig waren er ook nog gewone zomervakanties voor mij als kind, maar heel veel andere reizen naar architectuur. Dus ik ben gewoon het nou, klassiek voorbeeld van met de paplepel. Overigens wel dan ook in die mate. Dat ik wel uh, dat ik me prijsrijk, dat ik heel veel van jongs van heb gezien en, en, en nou, dat me heel veel is geleerd. Uh, maar wel op een manier eigenlijk als dat er heel vanzelfsprekend was en dus ik ben ook eigenlijk um, in Delft gaan studeren meer vanuit een uh, soort van braaf doorhobbelen op vanzelfsprekendheid dan uit, vanuit een bewuste keuze dus toen ik uiteindelijk jaren later in Delft er helemaal geen zin meer in had en eigenlijk bedacht dat ik liever iets anders wilde gaan doen toen um, heeft ook een haar geschild of ik was niet iets anders gaan doen en was er gewoon mee gestopt en, en ik heb het toen toch maar afgemaakt en um, wat was dat andere dan? filmregie, ja. Kijk. Ik heb in mijn middelbare schooltijd heb ik heel veel animatiefilms gemaakt en ik, ja, zijn nog, vrienden van mij zeggen altijd: dat ga je toch alsnog doen, maar ja, het is, het is, zo makkelijk is dat nou ook weer niet meer. Dus uh, ja, over zijn er heel veel heer. parallellen natuurlijk wel uh, in, in filmregie en in architectuur, nou. gelukkig ook veel verschillen. Nou ja, dat, ik denk eigenlijk, de vooral de crossover eigenlijk van hoe je processen organiseert en hoe je uh, mensen enthousiasmeert om te investeren in ideeën en daar dan een grote groep van specialisten omheen organiseert. En anderzijds hoe je beelden ansceneert. Ja, uh, ja dat, dat, dat lijkt heel erg, denk ik, op wat, wat jij en ik als architect doen. Ja, het grote verschil is dat uh, niet meer de wereld, dan kan je de mensen laten doen wat ze willen. Wat jij wil ook, hè? Ja, klopt. Ja. Maar ik heb, ik, het is niet een karaktertrek van mij dat ik die behoefte heb om mensen te laten doen wat ik wil, hoor. <laughs> Sterker nog, uh, um, ja, als je kijkt ook naar zeker de. Particuliere woonhuizen die we ontworpen hebben, die, die ik ontworpen heb. Ik zorg er altijd voor dat er in het plattegrond mensen opties hebben. Ja, ja. Dat je ja. altijd kan kiezen waar je naartoe kan. Ik heb ja, echt een broertje dood aan uh, dat dingen verplicht zijn. Ja. Ja. Yes, je ging het heel snel overheen, maar uh, je zei ik ben toen automatisch bouwkunde gaan doen. Dat was gewoon een logische vervolgstap. Ja. Uh, maar ja, je, je wist neem ik aan wel toen je daar in Delft uit de trein stapte, dat de volgende halte misschien wel het bureau van je vader zou kunnen zijn. Nou, nee. De, 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 nee, daar was ik echt heel naïef in. Ik was 17 toen ik in Delft ging studeren. En uh, ik heb ook uh, in mijn eerste jaar ook zo'n onwijs strenge tekst van Herman Herzberg gekregen. Nou, die had het sowieso al niet op mijn vader voorzien. Dus ik was eigenlijk in die zin ook al upfront al eigenlijk fout volk en kreeg ik al een onvoldoende. Maar die. Dus, dus dat, dat was de manier waarop ik ermee geconfronteerd werd, maar zelf. Ja, ik, ik weet niet hoe, dat, hoe was dat voor jou toen je 17 was. Weet je, ik was gewoon uh, leuk, leuk gezellig feestjes aan het doen en zo. En ik had helemaal hele andere ideeën. En dus ook niet ideeën over om dan met mijn vader te gaan werken. En ik, ik zou uh, toen ik uiteindelijk toch uh, afgestudeerd ben, zou ik eigenlijk in uh, New York gaan werken. En mijn lieve echtgenoot zich al gelukkig maar ik niet ben gaan doen, want daardoor zijn wij getrouwd. Maar als ik het naar mijn werk bekijk, had ik heel graag niet in Delft gestudeerd. Stel dat ik wel ik wil worden, had ik graag niet in Delft gestudeerd, maar in het buitenland. En qua werk had ik heel graag ook dan in New York gewerkt. In plaats ja. van in Amsterdam. Zo is het volgens mij niet gelopen. Natuurlijk. Nee, maar, uh... maar ik ben niet zielig hoor. Nee, nee, nee. <laughs> Dat probeer ik ook <laughs> niet aan te praten. Maar ik vroeg me vooral af. Ja, hoe, uh, hoe werkt dat? Op het moment dat je in zo'n bureau komt. waar ja, een andere generatie uh, aan het roer staat. En hoe ga je naast elkaar staan? Ja, hoe ging dat? Ja, dat, dat is natuurlijk super ingewikkeld. Maar vooral ook omdat. Kijk, ik heb heel veel respect voor mijn vader als architect. Um, uh, hij is. Uh, in die zin autodidact. Ik bedoel, hij heeft wel de academie gedaan en dergelijke. Maar hij heeft niet zoals ik van huis uit. Is hij opgegroeid in een setting eigenlijk. Waarin dat was aangereikt. Um, daar heeft hij ook nog eens voor gekozen. Het past heel erg bij zijn karakterstuur. Om een soort van nou, eigen beeld. Eigen persoon. Uh, en alles erin op te bouwen. En uh, geen evidente routes te kiezen. En, en nou ja, waarom hij waarom ook wel waar, Waarmee die beroemd is geworden. Maar ook om verguisd is. En, um, en dus in die. In, dat in zichzelf is al complex. En dan is het ook nog eens zo. Dat, dat, dat ook weer als je het hebt dan over mijn naïviteit. Dat ik denk dat toen ik eraan begon in 1992. Toen, toen leek dat ook nog van alles te zijn. Wat uiteindelijk dan met de tijd toch een beetje tegenvalt. En waar ik dan op doel is dat. Je, je rolt er zo in. En van het een komt het ander. En dan vinden mensen het leuk wat je doet. En, dan, en, dan, en ik ben eigenlijk in een soort van versnelling geraakt. Waar ook daar weer in. Ik eigenlijk niet helemaal goed gerealiseerd heb. Precies waar ik wanneer mee bezig was. Want ik ben eigenlijk altijd wel overspoeld. Met heel veel leuke opdrachten en leuk werk. Dus terugkomend op die samenwerking werd dat eigenlijk pas in het begin was het nog wel leuk. En op een gegeven moment dan begin je wat te leren en dan word je wat explicieter in hoe je het zelf ziet en wat je zelf kan. En dat heb ik wel als een hele moeilijke fase ervaren. Dus de fase waarin mijn vader nou in ieder geval meer deed dan nu, maar nog in ieder geval ook echt wel betrokken was bij dingen. En ik heb heel erg nadrukkelijk ook vaak geprobeerd om dan opdrachten te scheiden. Maar dat wilde hij nooit. En achteraf begrijp ik ook waarom. Dat deed hij heel slim. Voor zichzelf. En ik, en, en ik Hoe deed hij dat, dat dan? Nou ja, is gewoon dat voorkomen, waardoor hij waardoor gewoon zichzelf iedere rol kon aanmeten die hij maar wilde, omdat nou, ik deed mijn ding toch wel ja. En dus jij zei, je zei het terecht, generaties, dat. Dus enerzijds zit er een generatieverschil, maar er zit ook uh, gelukkig ook overeenkomst, maar er zitten ook heel veel verschillen in zijn architectuuropvatting en de mijne. Dus er zijn best wel veel projecten geweest in een hele fase. Ik, ik ga niet spugen in de bron waaruit ik gedronken heb. Maar er zijn wel projecten geweest waarvan je dan denkt... jeetje, uh, die stukken, uh, daar voel ik me veel dichter bij... en andere onderdelen voel ik me veel minder tech mee, mee verwant. Ja. ja, wat is het grootste verschil dan in, je, laten we zeggen, in de ontwerphouding? Nou, ik, ik denk dat, uh, ja, er zijn zoveel dingen... maar ik denk dat uh, als het gaat om um, essenties uh, onder, onder ontwerpen... dus uh, de manier waarvan waar, waar vanuit je vanuit... Um, uh, 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 ...vormen en, 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 en structuren... Nou, ...zoals het in de renaissance werd gedaan... ...ontwerpt en hoe je dat structureert... ...en, en wat je daar vervolgens bij nodig hebt... ...om dat toe te lichten op elkaar... ...daarin lijkt het op elkaar... Maar, ...maar mijn vader is iemand die veel meer... Uh, ...ja, ervan houdt eigenlijk... ...om evident, zeg maar zeggen... Uh, ...voorop te zetten... ...ja, moet ik dat nou zeggen... Dat het, dat, het, dat, het, dat, het, ...dat het rijkdom heeft of iets anders... ...en ik heb een daar wat... ...meer uh, introverte uh, benadering in... Ja. Als je merkt dat ik een beetje met stropemon begint te praten, dan moet ik een beetje zoeken naar hoe ik dat moet formuleren. Maar in ieder geval, er zijn verschillen. Ja, ja, ja. En, dat, maar, en zijn dat dat zijn achtertonische verschillen, of zijn dat ook verschillen in persoonlijkheid? Ja, zeker. Ja, nou, in, in alles eigenlijk. Ja. En, um, maar ik heb ook heel veel van mijn vader geleerd. Hè. Dus ik, ik wil er zeker. Uh, uh, dus, dus, en en ik, uh, nou, ik denk dat hij ook heel veel aan, van mij profijt heeft gehad. En, um, en ik heb heel veel bewondering bijvoorbeeld, om maar even een soort van vrolijke noot eraan toe te voegen. Ik heb heel veel bewondering. Voor de manier waarop hij uh, heel autonoom eigenlijk zeg, heeft kunnen uh, uh, vestigen en, en, en kunnen handhaven. Al wat het ook wel in die tijd ook wel heftig was, weet je. Maar je moet je voorstellen, dat uh, dat zal je vast realiseren, dat in zoveel dingen is het hele beeld eigenlijk waarin we nu functioneren zo anders dan toen. Dus we hebt echt de tijd niet voor om door te nemen. Maar als je, als je alleen naar architecten kijkt, je had toen gewoon, uh, weet ik wat, uh, 15, 20 bekende Nederlandse architecten die ook veel nadrukkelijker op een persoon eigenlijk als beroemd werden ervaren uh, uh, en die bureaus dat er bureaus bij hoorden dat zal wel ja, ja. dat is nu helemaal anders en nu heb je bureaus hè? en dat geldt voor ons bureau ook dat bureau doet het en ik doe het niet en, en dat beeld is heel erg veranderd maar is het niet zo dat mensen toch ook denken van ik ga die even bellen ja maar, maar dat, dus dat dus jullie, zijn ook, jullie jullie leunen ook zwaar op de relatie dus je zet toch ja klopt dat is ook wel zo maar maar uh, uh, ik denk dat dat gewoon Vanuit een maatschappelijk perspectief, eigenlijk hoe je zeg maar zeggen, een bureau in de breedte eigenlijk kwalitatief ontwikkelt. en hoe ze dat presenteert, hoe dat herkend wordt. dat is wel anders nu dan vroeger. Ja, er is gewoon minder behoefte aan. Nou, om die mensen te vieren. En er zijn nog wel internationaal. ook wel star architects. maar zelfs die star architects. dat is eigenlijk al een beetje veranderd. Ja, ja. Dus je moet het een beetje. in, die, in dat tijdsbeeld zien. In dat kader. Uh, je hebt je de afgelopen. Uh paar jaar ook een aantal keer expliciet uitgesproken over de, laten we zeggen, de culturele opgave waar de architect aan werkt en dat veranderende veld. Ja. Ja, daar heb je een aantal keer onder andere interview met uh, Harm Tilman, maar ook uh, andere artikelen. Je, hebt, je zegt onder andere van, eigenlijk zitten we in een Excel-sheet gedreven uh, cultuur. Uh, Wouter Veldhuis zei daar ook iets over uh, vorige maand, maar hoe zie jij dat? Hoe, hoe, hoe vind je dat wat vind je zo uh, Excel-sheet gedreven aan onze uh, ontwerpomgeving? Nou kijk, die, um, okay, om te beginnen, uh, ook als we het hier nu over hebben, ga ik proberen om het zo te formuleren dat het geen klagen is. Want ik heb ook wel een broertje dood, een architect. Klagen architect, ja. Die, ja, die, die klagen en zeggen dat de, de wereld hun niet hoort en dat ze de kansen niet krijgen die ze, die ze willen krijgen. Want ik vind het, dat je zelf verantwoordelijk bent voor de kansen ja. die, je, die je krijgt en die je maakt, die je realiseert. En ook, je bent ook verantwoordelijk voor het product wat je realiseert. Dus, maar toch eerst dan als een, op een beschouwende manier is natuurlijk evident uh, um, ja, dat, dat, dat die ja, de, de wereld om ons heen veranderd is. Uh, hij is ten dele oppervlakkiger geworden, hij is sneller geworden. wel onze projecten niet sneller gaan, maar in ieder geval in de beleving. Nou, en dat vertaalt zich eigenlijk in alles. En, en daarnaast uh, is de groep opdrachtgevers, of belanghebbenden, of politici, of nou, etcetera, et cetera. die eigenlijk ook um, uh, de moed hebben, zeg ik dan nou maar even, om langs andere logica, langs andere lijnen eigenlijk dingen te doen. Om, om, om bijvoorbeeld de stad beter te laten functioneren. Ja, die, die groep is kleiner. En ik vertelde je net dat ik dit afgelopen weekend in, in Hamburg was en dan naar de Elbphilharmonie was. En dat ding is natuurlijk drie keer te duur geworden en noem maar op. Maar daar is zo'n stad toch blij mee. Omdat ze er gewoon onomwonden voor kiezen om dan een cultureel gebouw te maken in een nieuwe wijk. Ja. Uh, uh, en daarmee zijn stad aan te jagen. En dat we. Kijk, we hebben het er in Nederland wel over. En, en er komt geloof ik nu ook, misschien toch wel weer dan aan de Sloterplas eindelijk, dan een nieuw theater en zo. Maar. Ja, we hebben daar toch moeite mee. Het gebeurt nooit op een soort van manier... eigenlijk dat er echt ruimte in wordt gecreëerd... daarmee andere dingen aan te zwengelen. Nou, en dat hele beeld... Dat, is, dat, is denk ik, dat zijn de omstandigheden... waar we als architecten moeten functioneren. Dus dan heb je het over de, de, de architectuur... als uh, de geprekkige culturele productie... die er is in de architectuur. Ja, en, en we zijn natuurlijk als Nederland... Uh, uh, en we denken vaak... omdat we Rembrandt hebben voortgebracht... Dus dat we een heel cultureel land zijn. Maar we zijn natuurlijk ook kooplui. Uh, dat, dat, uh, um, uh, dat dat ook die schilderkunst in Nederland heeft ontwikkeld... heeft ook gewoon te maken met dat het een hoge was eigenlijk... in wat eraan geld verdiend werd. Ja. Ten koste van heel veel andere dingen. Dat maar, zou nu een uiterlijk moment zijn om ja, dat dan dus weer te doen. Ja, en ik herken er helemaal niks van. Ik bedoel, ik denk dat er heel weinig... Het uh, uh, is gewoon geen agendapunt. Het is geen agendapunt in een nieuw kabinet. Het is geen, dus dat is de ene kant van die culturele kant waar je naar verwijst. Maar waar ik het ook volgens mij in het artikel wat je aanhaalt over heb gehad is dat ik me wel echt uh, serieus druk maak over uh, de rol van de architect hierin. Vooral ook omdat mijn idee van architect is eigenlijk dat je vooral juist uh, um, moet initiëren, moet aanjagen en moet enthousiasmeren. En dus niet bij de pakken neer moet gaan zitten. En dan zie je dat, uh, vind ik, een te, een, een te groot groep architecten eigenlijk uh, ja, zich daarmee, maar het is een proces wat, wat al loopt sinds de jaren tachtig, zich heeft laten terugdringen. En, en daarmee eigenlijk uh, niet afdoende verantwoordelijkheid inneemt. En ik heb daar ook toen na de van dat ding van Harm Tilman, ook met Francesco Veens over gesproken. En uh, een van de dingen die we daarbij aanraakten was natuurlijk uh, ondernemerschap. Nou, dat is al nu al de laatste tien jaar wordt het door heel veel architecten gezien als ja, je moet het dan maar zelf doen, je moet het zelf gaan ontwikkelen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk het ondernemerschap in overdrachtelijke zin. Dat je in plaats van dat je neus ophaalt eigenlijk voor al die, ook die Excel-sheet-achterkant die bij ons vak horen. Die, die niet meer gaan weggaan, dat je moet kijken eigenlijk hoe je dat eigenlijk naar je voordeel kan brengen en eigenlijk daarmee toch goede dingen kan maken die verschil maken. En hoe doe je dat? Ja, nee, ik, ik denk gewoon om te beginnen eigenlijk door uh, wij, wij proberen als bureau een goede relatie met al ons opdrachtgever te, te krijgen, eigenlijk waarbij het vertrouwen wederzijds is en waarbij we de opdrachtgever uh, ziet en merkt eigenlijk dat ook wij voorstellen kunnen doen eigenlijk waardoor het voor hem eigenlijk ook Juist ruimte krijgt en perspectief krijgt. Nou, dat, ik gebruik expres even deze woorden, want je krijgt heel snel, en dat is niet wat ik letterlijk bedoel. Dat je regelt dat het gebouw twee keer zo hoger dat ze meer verdienen. Ik bedoel het wel wat ruimer dan dat. Ja. Ik bedoel in, in ruimere zin als dat je een oplossing kan aandragen. Uh, 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 waardoor het uh, um, uh, gewoon uh, minder kosten moet onderhouden, of dat je een oplossing kan aandragen. Waardoor er uh, opeens ook functies toegevoegd kunnen worden waar je niet zelf aan gedacht had. En, ja. en je kan het zo gek niet bedenken, maar proberen eigenlijk daar zo ruim mogelijk eigenlijk uh, uh, in, in te acteren. En, en dan niet uh, op de manier zoals ik wat ik vaak als associatie heb met mensen die in Delft hebben gestudeerd, Dat op te geven tegen zich, Kan je een woongebouw voor me ontwerpen? Dat je terug nee, jij moet een kantoorgebouw hebben. Dat is ja. niet wat ik bedoel. Nee. Om dat wel ruimer te maken. En, en in dat kader heb je het eerder gehad over onafhankelijkheid versus dienstbaarheid. Dus die twee begrippen als soort ja. van. En wat waar leun je dan meer op? Of is het echt die integratie tussen die twee? Ja, ik, 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 ik zou niet kunnen kiezen. Want ik vind dat er heel veel momenten zijn dat je ultiem dienstbaar moet zijn. En, ook, en daar hoort deskundigheid dus ook bij. Maar uh, uh, je kan vervolgens natuurlijk uiteindelijk iemand pas goed adviseren als je onafhankelijk bent. Ja. Ja. Dus, dus het is er allebei. En, um, en, en, en onafhankelijk is natuurlijk eigenlijk ook een beetje een al te mooi woord. Want ik bedoel, wij moeten ook gewoon weer een nieuw project hebben om met het bureau verder te kunnen. Nou, en je dus hebt precies die, die verdiepte relatie met de opdrachtgever. Dus als je. Dus die... Ja, dus, dus misschien is autonomie dan beter. Ja. En, um, en, en ik vind het. Uh, Terugkomt ook op de rol van de architect erin. En ik maak me dus echt zorgen ook om. Met name jonge architecten. Um, en ik, wij zijn verwend als bureau, weet je. Wij, wij nemen. Uh, Bijna geen opdrachten aan, als we ze niet ook helemaal uitwerken. Maar ik denk dat tegenwoordig architecten die beginnen of architecten onder de dertig. ik laat me vertellen dat die blij mogen zijn als die een bouwvraag mogen doen. Weet ja. je? Dus dat, dat, dat is toch onbegrijpelijk. Ja, nee, dat is een het uh, uh, veld. Ja. ja. Als je het dan hebt over uh, die ruimte creëren, je, je zegt expliciet van ik, ik wil niet zelf die ontwikkelende rol pakken. Nou, ook wij zijn zoekende. Uh, maar dan wordt het bijna heel zakelijk van eigenlijk... ...van hoe, hoe kan je dat bureau nou verder ontwikkelen? Eigenlijk dat we die kennis en kunde... ...en, en daar, vanuit daaruit die dienstbaarheid eigenlijk vergroten. Dus we zoeken naar zowel een samenwerking... ...als intrinsiek in ons bureau. Van hoe kunnen we hè, bijvoorbeeld rondom verlichting... ...en andere zaken van... Hoe kan, je dit, ...hoe kan je daar gewoon echt goed in adviseren? Overigens allemaal zaken die vaak... ...40 jaar, 30 jaar, 20 jaar, 80 jaar geleden... ...heel normaal waren, maar dat is zijde ja. En anderzijds uh, merken we ook wel... ...dat we in toenemende mate... Uh, um, ja, dat we opdrachtgevers tegenkomen die behoefte hebben eigenlijk aan goede ideeën die verder gaan dan architectuur alleen. En, cool. en, en, Kun je daar nou een voorbeeld van voor geven? Nou ja, een voorbeeld bijvoorbeeld is dat we een, um, we hebben nu recent hebben een, um, een soort van blueprint gemaakt voor uh, seniorenhuisvesting, door een groep initiatiefnemers met grote investeerders erachter. Die niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa de evidente behoefte eigenlijk aan oudere huisvesting vorm wil geven. En die hebben met ons daar een idee voor over ontwikkeld hoe je dat zou kunnen doen. En daarbij nou, ten eerste rondom zorg veel verder gaan, uh, voorzieningen veel verder, uh, allerlei sociale activiteiten veel verder uh, rondom uh, kinderopvang, kleinkinderopvang. Het is een heel rijk idee en dan werken wij er heel hard aan en maken we een soort van blueprint voor zoals dat ook in de hotelindustrie uh, gebruikelijk is. Inclusief andere adviseurs rondom installaties en dergelijke. Uh, om daar dan, om dat echt te krijgen. En wat, omdat het niet, want dat is wel makkelijk gezegd, maar hoe krijg je dat nou echt, dat het dan ook lukt, dat het betaalbaar is, dat het kan functioneren, dat het gerealiseerd kan worden. En dan is de bedoeling dat we daar dan 1 twee, drie testprojecten mee gaan maken en dat uiteindelijk dat dat door heel Europa wordt uitgerold. En ik vind dat mooi, omdat, ja, het is gewoon een hele um, zorgvuldig, maar ook business-wise slimme aanpak om een goed antwoord op een evidente vraag te formuleren. Ja. Uh, want, ik want, bedoel... Jij en ik snappen wel dat de wereld vergrijst, dus dat er dan niet alleen meer woning moet komen, ook meer woning voor, voor senioren. Maar dan begint het pas, als dus je dan doordiscussieert over ja, maar waar moeten ze dan komen? En wat, wat voor voorzieningen moeten daar dan bij zitten? En hoe krijg je het ook echt voor elkaar? Hoe krijg je dat betaalbaar? Hoe krijg je dat? dat is, dan wordt het echt spannend. Dus, en, dus ik vind meer conceptontwikkeling dan. Exact. Ja, ja. Ja. Maar dan span je het dus helemaal op van de conceptontwikkeling tot en met ja. de technische uitwerking van je gebouwen. Exact. En al die mensen wil je in je, in je stal hebben. Ja, dus, uh, exact, ja. ja, of mee samenwerken. Ja, dus, ja, ja. Samenwerken is ook ontzettend leuk. Ik bedoel, ik ben teruggekomen op de vorige generatie daarbij, was samenwerken een heel ding. Want architecten spraken doorgaans niet zo heel erg over elkaar. Uh, en nu is dat veel leuker geworden. Het is veel collegialer en ik vind het ontzettend leuk om, om uh, teams te maken om samen dingen aan te pakken. Ja, ja. ja. ja dat is inderdaad ook wel een generatieverschil. verschil. Enorm. Ja. Misschien zelfs dan over de volgende generatie gesproken. Ga je ook kinderen uh, het vak in? Uh, waarschijnlijk niet. Tenminste, in die zin, nou, vrij zeker niet. Dat Een dochter is, uh, woont en werkt in Londen als uh, grafisch ontwerper en gespecialiseerd in brand and identity. En een zoon is nog aan het studeren, maar die doet science business innovation. Maar daar sluit ik het nog niet helemaal mee uit. Want die kiest misschien een andere route. Waarmee die in een hard veranderende wereld rondom vastgoed misschien toch weer aansluiting kan vinden op de een of andere manier. Maar volgens nog geen uh, architectuurpersonal. En ik was eigenlijk ook wel opgelucht voor hun. Oh ja, ja. waarom? Om nou vier, als vierde generatie hierin te beginnen. En ik ben, ik ben weliswaar zelf heel blijmoedig. Maar we, de, we bespraken het al een beetje snel. Ik ben niet super. Hoopvol over hoe het vak architect, in ieder geval in een soort van traditionele zin, zich ontwikkelt. En het zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 30, 40 jaar. Dus ik denk ook dat je aan de bak moet als jonge architect nu, om daar ook wel echt verschil in te maken. Dan gaan we proberen dat dit toch een, uh, naar een uh, vrolijke conclusie ja. te leiden. Deze wat zwaarmoedige, uh, dit soort zwaarmoedige moment. Namelijk, de, de hoofdvraag uh, van, dit, uh, van deze podcastserie is uiteindelijk de vraag: hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? En wat zou daarop je antwoord zijn? Ja, en dat was geloof ik in twee, drie zinnen. Nou ja, dat is wel makkelijker zelf. Ik vind dat eigenlijk niet zo ingewikkeld. Kijk, die, um, en ik ga een soort van inleiding geven voordat ik het zeg. Wat ik zeg is dat, wat, wat, wat ik jammer vind in Nederland, uh, en ik merk dat overigens ook bij de Stichting Hoogbouw en op andere plekken, dus dat er enerzijds die angst is over die hoogbouw, maar, maar als die, vervolgens als die, die angst er niet is, dat eigenlijk dezelfde, uh, wel relevante, maar toch ook cliché discussies, over waar we nou met gebouwen heen en naartoe moeten... dat die gewoon één op één eigenlijk op hoogbouw wordt geprojecteerd. Dus je krijgt, uh, nou ja, al was evidente dingen hoor... maar het dus die betaalbaarheid van die woningbouw... maar je krijgt ook bijvoorbeeld met kantoren dat die vloeren groot genoeg zijn... of je krijgt met nou, al die clichés of uh, buitenruimte of dat er dan... en hoe kan je nou met gezinnen erin wonen? Nou, allemaal terechte vragen, maar er wordt eigenlijk een soort van... er wordt een vrachtwagen leeggestort eigenlijk op dat idioom van die hoogbouw. Dan vind ik dat de verwachtingen verkeerd liggen... en dat ook de kansen eigenlijk niet worden gepakt. En het makkelijkste eigenlijk, eigenlijk om dat eigenlijk aan, mee aan te tonen... Dus als je kijkt naar hele goede hoogbouw gewoon uit het buitenland... dan zitten er weliswaar vaak fantastische of spectaculaire gebouwen bij. Maar in alle eerlijkheid is ook weer die architectuur van die gebouwen... die is niet ook altijd grensverleggend. Hè? Omdat er, kan je een uh, voorbeeld geven? Nou, eigenlijk... Uh, nou, jij werkt ook in China, maar... Uh, dus het is een beetje makkelijk om nou Azië te noemen... maar zelfs als je naar landen kijkt waar er een langere traditie is... laten we nou bijvoorbeeld Noord-Amerika nemen dan kan ik moeiteloos heel veel mooie hoogbouw noemen. Maar als je er dieper op ingaat eigenlijk, dan is eigenlijk zeg maar, dat speelveld rondom concept, plattegrond, gevel, architectuur, detail en interieur eigenlijk, dat speelveld waarin je normaal gesproken bijvoorbeeld een particulier woonhuis zou maken of een museum zou maken. Dat zit, in de hoogbouw zit het heel anders in elkaar. Omdat het hoog is, omdat constructie en, en, en economie daar een zware rol in speelt. Dus dan zie je ook dat als je nu kijkt naar nieuwe projecten, zijn er ook wel hele mooie voorbeelden. Want je krijgt ook van, nou ja, overigens hele goede bureaus, zie je ook veel meer hoogbaar dat er van die gimmicks ontstaan. Zoals, Hè, dus, nou bijvoorbeeld, een, er is nu in, in, in New York bijna een gebouw klaar, waar dan bijvoorbeeld zo'n zo ronddraaiende kier eigenlijk helemaal rondom in zit. Ja, nou, dat ding van Bjarke Engels, die nieuwe. Ja, ja. en daar nou, ben ik enorm fan van dat bureau. Maar dat, de, de vraag is een beetje... Is dit nou iets maar zeggen, wat, dat, wat, wat, het wat maakt eigenlijk dat het een fijner gebouw wordt... om in te werken en te wonen en te ja. platgronden beter worden? Of is dit nou iets wat alleen met het beeld te maken heeft? Overigens, ik wil de, de relevantie van branding en beeld van een toren zeker niet onderschatten. Maar als dat alleen is, dat, dan wordt het wel weer een beetje dun. Dus met andere woorden, naar, naar ons idee, naar mijn idee... Uh, uh, naar de echte goede voorbeelden moet je eigenlijk toch wel zoeken... naar de dingen die intrinsiek eigenlijk uiteindelijk dan toch echt heel goed zijn. Ja. En die dingen die hoogbouw intrinsiek goed maken, het zijn doorgaans niet de dingen die eigenlijk nu vandaag de dag in onze snelle beeldcultuur eigenlijk als meest belangrijke worden beschouwd, ook omdat dat wat meer aandacht en tijd vergt, eigenlijk om dat te herkennen en te ja. zien. Ja. Dus een antwoord op je vraag zou voor mij eigenlijk goede hoogbouw zijn, dus het is toch uiteindelijk gewoon heel liggend hoogbouw, die ook na 50 jaar, na 100 jaar, waarbij in eerste instantie de gebruikers en in tweede instantie de bewoners van de stad, Eigenlijk ja, dat, dat als een intrinsiek goed ding ervaren. En dat zit hem vaak eigenlijk op hele gewone onderdelen. Je begon tegen mij over. hé, hey, wat zit die platgrond leuk in elkaar? En het niet kruipt of Het gaat ja. over dat soort dingen. Uh, dat het echt een fijne woning is. En dat er echt mooi licht in zit. En dat, er echt, dat je blij wordt als je binnenwandelt. Of bij een kantoor. Dat, dat je denkt: wauw, dit is uh, wel een heerlijke plek om te werken. Ik ga toch maar niet thuiswerken. Ondanks COVID. Ja, nou helder. Prachtige conclusie. Dankjewel, Diederik. Graag gedaan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoofdbouw en verschijnt op het platform van de Web. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Herenmans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Jop Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast-app. Reacties kun je sturen naar hoofdbouw-architecture.com. Tot volgende maand. Leuk gesprek. Gaat ook snel zo.